Weet je nog wel, Francine de Zeeuw? Je was de allereerste Marva die de marine binnenkwam. Kolonel de Meester moest je eerst van alle kanten bekijken voordat hij zijn goedkeuring kon geven aan deze historische wending in het marinebestaan. Het was zover. In het Rijgebouw werd een sprankelende revue opgevoerd die veel van het oude deed herleven. De eerste opleiding in Engeland. Ex-Marva Smit weet er ook nu nog alles van te vertellen. Het bokkenveldje, ja. Nou, dat werd gebruikt als sportveldje. Niet dat we erg veel tijd hadden om te sporten, want we moesten zoveel nieuwe dingen leren. Het is op het moment een meisjesschool. Heeft het ondanks dat toch veel herinneringen ook van binnen? Niet veel, want het hele Mennenhuis is vol met prachtige tekeningen van alle leerlingen. En ik kan me niet precies meer herinneren van binnen dat het werkelijk zo was. Alleen het was waarschijnlijk allemaal mooi gepoetst, omdat wij de hele dag niets anders deden dan poetsen en schrobben en boenen. Na onze training in Framewood Manor, dat is in Buckinghamshire, werden we hier gehuisvest. Aan het eind van die straat ziet u dat grote huis daar, dat is genaamd Shelley House, waar wij 's morgens ontbeten en 's avonds ons eten hadden met de Engelse ren samen. Dat was in september 1947? Ongeveer september 1947. Daarna zijn we nog met een kleinere groep Marva's, ongeveer 30 als ik het wel heb, naar Kensington verhuisd. En daar hebben we tot begin december gezeten. Toen is de Marva opgeheven en zijn ze allemaal weer naar Holland teruggegaan. Want er moest weer een nieuw hoofdkwartier in Holland opgericht worden. Ja.